Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrolijk liedje. Klap in je handen, hop sa sa. Jongejonge, is het al begonnen? Heb je ook wel eens een leven worst gewonnen? Hip hip hoera. Thea, Thea. Hallo, Samuel. Jullie vragen natuurlijk af wie we zijn. Dat gaan we nu bekend maken. Doe maar, Thij. Hallo, ik ben Thijo. Hallo, ik ben Thijo. En dat is waar. Wat gaat het eigenlijk af? Gaat het eigenlijk over Thijo? Houd er toch eens bij, hoor. En om het jullie wat gemakkelijker te maken, geeft Thijo alvast een hand. Ja, als onderwerp heeft te maken met voor de ramen zitten. Met een rood lampje erop. Ja, en met die dingen die onder je ogen zitten. Ja, met wallen heeft het te maken. Let op, ga nu beginnen. Oh, dag. Ik ben Ko. Ko van Krikkenstein. Het is nu lunchpauze en ik ben even in deze frisse buurt even een frisse neus aan het halen. Hè. En ik heb zin om, nou mijn naam zegt het eigenlijk al, hè, even lekker van Krikkemans te gaan. Je weet wel, je weet wel. Oh, maar hoe pak je zoiets nou aan? Eigenlijk wou ik bij haar die achter het raam zit naar binnen gaan. Maar mijn benen lopen gewoon rechtdoor alsof het niet mag. Weet je wat ik doe? Ik loop gewoon nog een keertje terug. Moet je opletten. Durf ik best. Doe ik gewoon. Dag, ik ben Fleur van Flippenstein. Mijn achternaam zegt het al. Ik verdien mijn geld door van Flippenstein te gaan. Ik heb eigenlijk allemaal geen zin meer vandaag. Maar ja, ik moet mijn vaste lasten er nog uithalen. Dus ik denk dat ik nog één klant plik. Die sloot me daar, denk ik. Hé, die kan ik misschien wel te grazen nemen. Hé, hey, lekker stuk. Oorpoep. Hé, hey, die koud. Ze heeft het tegen mij. Ze vraagt of ik het koud heb. Moet ik ja zeggen? Want dan zegt zij, moet jij even mee naar binnen komen. Binnen is het lekker warm. Ja, ik heb het koud. Ja, ja, ja. Dan moet je je jas dicht doen. Oh, dank u wel voor het compliment, mevrouw. Goedemiddag. Oh, ik heb het verknald. Ik heb het verknald. Andermaal loop ik haar huisje voorbij. Oh, ze ziet er zo lekker uit. Veel lekkerder dan moeder de vrouw thuis in haar saaie, zure ochtendduster. Hé, hey, Rambo. Ga je naartoe? Zou ze mij aanspreken? Rambo. Ja, ze heeft dat tegen mij. Dan moet ik nog een keertje teruglopen. Maar ja. Dan loop ik voor de derde keer een huisje voorbij. Misschien kan ik me beter net doen alsof ik iemand anders ben. Ik doe mijn jas anders naar voren, binnen is de buiten aan. En ik zet mijn alpino een beetje schever. En ik ga een beetje raar lopen. Dan lijkt het net alsof ik iemand anders ben. Ja, dat doe ik. Ja, nee. Het loopt hier niet uit. Het lijkt wel alsof hij zijn broek gescheten heeft. Goedemiddag. Dag, meneer. Dag, mevrouw. Weet u waarom ik buiten sta? Nee, ik heb geen idee. Waarom staat u buiten, mevrouw? Omdat het binnen zo gezellig is. Is het heus? Is het heus waar? Meent u dat nou wat u zegt? Geloof je me niet, Tarzan? Nee, ik geloof u niet. Ik geloof u niet. Nee, ik geloof u niet. Nee. Hij heeft wel eens een goed pak op je rommel gehad. Ja, van mijn moeder vroeger. Het is zo eentje. Ik denk dat ik hem eens even lekker uit ga zuigen. Zeg, Rambo, ga maar naar boven. Ja, ja, ja. Hé, kom maar binnen. Ja, ja, ja. Met je knecht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Goh, wat heeft hij een leuk optrekje hier, zeg. Ja, genoeg geslijmd. Laat me even langs. Zo. Zo. Nou, vertel nou eerst maar eens eventjes wat je blieft. Wat blieft?
Ga er niet de hele tijd op mijn tussen staan. Waarblief, ik heb een heleboel in de aanbieding. Oh, ja. Is het heus? Krijg ik misschien korting? Is het seizoensuitverkoop misschien? Is het er zo eentje die denkt dat hij voor een tuppie op de eerste rang kan zitten? Nou, Rambo 3, ik weet het goed met je gemaakt. Ik zal even uitleggen wat ik in huis heb. Ja. Voor 150 gulden kan je de koffer winnen. Oh, ja. Ja. Dank je. Voor 100 gulden klei ik me spannend uit. Oh, dat mag wel wat. Ja. Voor 75 gulden kan je een vissenspelletje met me doen. Oh, is niet duur. Vissenspelletje. En voor 50 gulden, ja, let wel, praat ik met jou over je probleem. Oh, wat een keus. Ik denk dat ik alles eventjes uit ga proberen. Ja, ik wil alles wel doen. Oh, nou, dan zou ik zo zeggen, kom dan eerst wat hier met de vlakken. Oh, ja. Nou hoor, dat kan. Goed. En, vindt u ervan? Beleven we het nog? Maken we het nog mee? Ja, u wou toch mijn flappen zien? Oh, draal hoor. Ben jij de lombroek thuis? Wat bedoelt u? Het is wel de bedoeling dat hij hem uittrekt zo meteen. Kijk, idioot. Flappen zijn bankbiljetten. Oh, ja, dat komt omdat ik ben nog niet zo op de hoogte in uw jargon van uw taalgebruik. Misschien is dat het. Oh ja. Wat wil je? Nou, ik ga eens beginnen. Laten we maar beginnen met een goed gesprek. Ik wil wel over mijn problemen praten. Oh, goed. 50 gulden vooruit. Ja. Even in de portemonnee duiken hoor. 1, 2. Alsjeblieft, mevrouw. Dankjewel, Rambo. Zo. Zo doen we dat, hè? Nou. Kom maar eens eventjes hier. Tante Floor, hè? Tante Floor is een en al oor. Ja. Vertel maar op. Ja, nou, ik heb ontzettend veel problemen. Het zit namelijk zo, mijn vrouw vindt mij een engert. En vind je het zelf ook? Nee, vind ik zelf niet, maar zij vindt het wel. Vind ik vervelend. Waarom vindt ze dat dan? Ja, weet ik niet. Ja, genoeg. Voorbij, het is afgelopen. Dat is kort, maar krachtig. Oh, ja. Snel, hè? Ja, ja. Nou, gaat meestal snel. Ik heb wel veel... Als het gezellig is, dan gaat het altijd heel vlug. Ik heb veel van geleerd. Goed, met next. Vies spelletje. Ik ga een vies spelletje doen. Oh, ik ben benieuwd wat we gaan doen. Ik heb vies. Een vies spelletje spelen. Jij wil het vieze spelletje spelen, hè? Hé, hey, jij wil een vissenspelletje spelen? Ja, ik wil een vies spelletje doen. Lekker vies spelletje doen. Lekker vieze spelletjes doen. Kom eens hier, Tarzan. Hey? Gaan wij even lekker het vieze spel spelen? Nee, ik denk dat u mij verkeerd begrijpt. Ik wil een vies spelletje doen, niet een vies spelletje. Het vieze spel? Nee, ik begrijp het niet. Ik denk dat ik het vieze spel wil doen, maar ik wil het vieze spel doen. Oh, jij wil dat het vies is. Ja! Knumpje. Ja, dat kan toch? Zo. Doet u nu? Wat zit er nou op die viesjes? Spuug. En wat is spuug? Het is vies. Ja. Vies. Vies. Ja, en wat spelen we dus voor spelletje? Een vies spelletje. Nou, pak je hengeltje nou maar lekker beet. Ja. He, en kom, stop hem maar hierin. Zo. Zo. Zit lekker, Rocky 6. Met je hengeltje in die kartonnen doos. Maar ik had het me eigenlijk vieze voorgesteld, mevrouw. Ik heb vieze voorgesteld. Ja. Nou, dat kan hoor. Omdat jij het bent, mag je je broek erbij uittrekken. Eindelijk mag uit de broek.